Economisch bekeken. Paragraaf 4, geld telt, van hoofdstuk 2, geldzaken. Geld als ruilmiddel. Als je bij een bakkerij werkt en iemand koopt daar brood, dan betalen ze met geld. Je ruilt dus geld voor een brood. Als je daar werkt, dan ruil je arbeid voor geld. Jij krijgt dus geld voor de arbeid die jij levert. Je kunt geld ook als rekenmiddel gebruiken. Stel je hebt een auto en je wilt daar onderhoud aan laten plegen. Je kunt naar de officiële dealer gaan of je kunt naar een gewone garage gaan. Als je de prijs gaat vergelijken, dan gebruik je geld als rekenmiddel. Geld als spaarmiddel. Als je salaris krijgt, dan kun je daar verschillende dingen mee doen. Je kunt dat geld op de bank zetten, of je kunt het in je portemonnee stoppen om uit te geven. Het geld wat je op de bank zet, dat spaar je en is dus spaargeld. Een betaalautomaat. Je kunt natuurlijk ook met je geld gaan winkelen. Als je dan betaalt met je pincode, dan betaal je op een veilige manier. Betalen met je pin heeft als voordeel dat je minder contant geld in je portemonnee hebt en dus minder gevoelig bent voor als je je portemonnee een keer kwijtraakt of je portemonnee gestolen wordt. Je kunt ook geld pinnen bij een geldautomaat. Je stopt je bankpas dan in het geldautomaat, je toetst vervolgens je pincode in, je krijgt geld uit het automaat en kunt dat in je portemonnee stoppen om uit te geven. Je hebt ook een elektronische portemonnee. Deze elektronische portemonnee is vooral bedoeld voor kleine bedragen, zodat je niet zoveel kleingeld bij je hoeft te hebben. Die noemen we de chipknip. Je kunt je chipknip gebruiken omdat er een chipje in je bankpas zit. En als je chipknip leeg is, dan kun je hem opnieuw opladen bij een oplaadpunt.